Dit heb ik echt nooit gezien. Hoi allemaal, ik ben Marina en ik ben blind, maar ik ben niet gehandicapt. Like en subscribe en welkom bij weer een nieuwe Top of Flop video. Joehoe! Nou, ik ben, er is weer een nieuwe Top of Flop video. Het heeft een beetje lang geduurd, maar ja, we hebben er één. En het is een muis, het is een Jolly Moggy muis. Een Jolly Moggy, oké. Nee, is niet voor jou. Het is een Vibro Chasing Toy. En het is voor onze kat. Even kijken, waar komt hij vandaan? Oh, sorry hoor. Hou eens vast. Plenty of fun and exercise for your cat. Colorful and full collection of Jolly Moggy cat toys. Pull the tail and watch it go. Dus trek aan zijn staart en kijk hoe die gaat. Hij is van het bedrijf Rosewood. It's a pet thing, dus die maken denk ik allemaal dierenspullen of zo. Hartstikke leuk. Maar mijn moeder had hem al opengemaakt, zoals jullie misschien hadden gezien, in de winkel. Want wij hebben zo'n best wel luie kat, maar dat vertel ik zo. Dus we moeten even kijken hoe die werkt, hè. Maar ja, veel kijkplezier. Oh, Loek vindt het ook. Is niet voor hond. Je hebt hem zo kapot gemaakt, dat is niet leuk. Nee, is voor kat. We hebben een cadeautje voor Sky. Jongens, dit is niet Sky, dit is Max. Max wel even aandacht. Maar Sky is onze kat en toen hij bij ons kwam was hij heel slank. Nou ja, hij was best wel slank en hij was heel druk. Maar hij is nogal heel erg dik geworden. En dat komt niet omdat, ja, we hebben hem wel veel eten gegeven op zich. Maar hij heeft, niet te veel. Nee, totaal niet. Hij komt gewoon snel aan en hij is super lui. Hij speelt bijna nooit. En als hij speelt is het 5 minuten, weet je. Ga maar even kijken. Nou, nog niet eens. Ja, hij mag van ons best naar buiten, maar dan moet hij een boom gaan klimmen. Maar als hij zijn deur open ziet staan, gaat hij gewoon daar naar binnen, gaat hij iemands nest leggen. Dus ja, ook niet helemaal de bedoeling. Nee. Dus we hebben een cadeautje voor hem. Laten we zien. Een muis. Oh ja. Het is inderdaad. Wacht even, dan is het papiertje er een beetje ruim voor. Maar ook. Een Jolly Moggy Vibro Chasing Toy. Een vibrerende speelgoedje waar je achteraan kan zitten. Sky, kom eens! Hoezo? Trek maar een touwtje, dan hoort hij het vanzelf. Aan zijn kont. Aan zijn kont. Kijken. Leg hem maar op de grond. Trek maar een touwtje. Leg hem. Nee, Loek. Sky, kom maar. Nee, je moet even. Oh, hij loopt. Nee, ja, laat hem eens los. Even, je moet hem. 1, 2. Huh? Nou doet hij er niks mee. Nou, Sky, kom maar. Die is er voor zijn neus zitten. Wordt opgeluid. Hij zit hier voor je. Ja. Ja, rechts. Sky. Wat zie je, Sky? Oh, Luca is aan het spelen. Dat vindt hij heel raar. Luca speelt wel vaker hoor. Luca wil ook spelen. En Max wil je. Oh, Max wil ook aandacht. Nou, zet hem nog een keer neer. Oh ja, hij snuffelt er nu aan. Zet hem maar neer. Speeltje erbij. Ja, dan gaat hij. Nou gaat hij beginnen. Leg hem vlak bij zijn voeten. Links voor je. Ja. Oeh. Dat gaan hij heeft hem. Ja. Ja. Hij speelt. Dit heb ik echt nooit gezien. Oh, ja. Zelfs Max ik een beetje raar te kijken. Die denkt, oh shit, maar nou. Hij kropt me. Kijk uit hoor. Je was echt al gezien gewoon. Kijk, de dierenarts, hij kan dus wel bewegen. Moet je maar zien. Ik ga hem afpakken. Laat los. Oh, is het allemaal kwellen. Hij houdt het echt heel strak. Moet je even zijn lijf voelen, Marie. Hij zat helemaal gespannen, denk ik. Oh. Nee, laat zo. Ja, kijk of je een touwtje kan trekken nu. Als het hem zo vast heeft. Au, hij schiet mijn hand. Au. Nee, nu krijg ik wel wat meer kras. Nou, succes of niet? Ja. Succes verzekerd voor de luie kat.
Een Jolly Moggy. Nou, Marie, is het een top of een flop? Een top. Nou, een paar dagen later en hij vindt het nog steeds leuk. Eens kijken. Hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag. Wat je zelf leuk vindt. En ja, jullie nou nog meer filmpjes zien. Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg joehoe!